Guidetti wil de bal, krijgt hem ook. Fernandes krijgt hem terug. Het is 2-0 voor Feyenoord. Een vloeiende combinatie. De nieuwe bal. Het is een hoekschop voor Feyenoord. Het is meteen gevaarlijk. Het is meteen raak ook. Daar is de goal. Schaken. Guidetti wijst. Guidetti heeft de bal. Guidetti goal. Hij maakt het gewoon weer 3. Ruben Schaken, zondag komt FC Groningen op bezoek. Wat verwacht je van die wedstrijd? Best lastige wedstrijd. We hebben daar met 6-0 verloren, herinner ik me nog. Dus we hebben wat goed te maken. Ja, we spelen natuurlijk thuis in de Kuip met de supporters achter ons. Dus we moeten in ieder geval sowieso gaan voor de winst. En dat zullen we ook doen. Nou, Ronald Koeman zei het ook al deze week. Je krijgt nu FC Groningen thuis en FC Utrecht thuis. Dan wordt van je verwacht dat je het spel moet gaan maken. En daar hebben jullie nog wel eens lastig mee. Ben je het daarmee eens? Ja, ben ik wel mee eens. Heb je in de voorgaande wedstrijden ook gezien. We hebben moeite om het spel te maken. Juist tegen de goede, tegen de topploegen, dan staan we er wel. En nu is het eigenlijk tijd om ook daarin stappen te maken. En gewoon het spel te maken met elkaar. En goals te maken en gewoon te winnen hier. Dus ongeacht wat er in het verleden gebeurd is. Zondag is weer een hele nieuwe dag. Dus we moeten het gewoon laten zien. Dan is de Graafschap weer slordig. Hier gaat Schaken. Schaken sneller. Schaken, goal! Dat is snel voor Feyenoord in de tweede helft. Ruben Schaken scoort. Schaken. Oh, Willems, wat laat je hier makkelijk wegzetten. Schaken zelf. 2-0 voor Feyenoord. Het zijn de fouten van PSV die hier vanmiddag worden afgestraft. Als we even kort terugkeren naar afgelopen zondag, de nederlaag tegen PSV. Dan speelde jij weer een goede partij en dat doe jij wel vaker tegen topploegen. Wat is dat met jou als je tegen een topploeg speelt? Krijg je dan iets extra's? Nee, dat is gewoon een momentopname. Toevallig zijn er dan die wedstrijden dat je echt je ding kan laten zien. Nou ja, dat is alleen maar mooi. Ik probeer gewoon elke week goed te spelen. Ook zondag tegen Groningen wil ik gewoon knallen. Dus ja, dat is gewoon toeval. De eerste dagen van deze trainingsweek is het nogal vrij rustig door de interlandverplichtingen. Is dat nadelig voor jullie? Ja, toch een beetje wel natuurlijk. Je kan niet met je volledige groep werken om naar zondag toe te werken. Dus dat is even lastig. Maar goed, dat geldt niet alleen voor ons, dat geldt voor alle ploegen. Morgen is waarschijnlijk de hele groep weer compleet. En dan gaan we gewoon weer tactisch aan de slag om zondag goed resultaat neer te zetten. Heb je ze een beetje gemist, die gasten, of is het ook wel lekker rustig? Nee, is wel lekker rustig hoor. Ik word wat ouder, dus die drukke gasten mogen wel vaker op Interland. Dus dat zit wel goed.